Trainingsvisie 17 alweer. Afgelopen zaterdag 100% tevreden. Willem Leushuis? Met het resultaat zeker. Met de uitvoering een beetje minder. 80%? Nee, 100% met het resultaat, met de uitvoering wat minder. Minder, ja, dus 20% minder is 80%. Ja. Daar kan ik me wat bij voorstellen. En waar, op welk moment vond je het minder? Nou, met name in balbezit vond ik dat we de verkeerde keuzes maakten. En af en toe, best wel vaak de bal naar de verkeerde kleur speelden. En daardoor Rijn Vogels lieten leven. En met name ook de kansen die we kregen na rust. Ja, we hadden ze gewoon heel veel pijn kunnen doen. En je weet op het moment dat ze konden alleen maar scoren uit de spelervatting. En dat deden ze ook. Terwijl het niet bewust was. Hij kreeg hem gewoon op zijn hoofd. Hij had het niet gezien. Maar toch, ja, dan maak je het jezelf toch wel moeilijk. En dan om de genadeklap uit te delen in de 95e minuut. Ja, dat is ook jezelf pijnigen. Dus, maar ja, al met al. Ja, het is wel een 6-punten-wedstrijd. Juist, het was een hele belangrijke pot. En ik zie jou dan ook coachen, want we zaten heel dicht daarachter met zo'n heerlijk DVS-groepje supporters. Dat was wel heel erg leuk om mee te maken. Ik zie je bijna nooit zitten. Sta jij altijd? Nee, mijn stoel was nat. Je stoel was nat, maar volgens mij sta je ook wel heel erg veel. Want soms, als je stoel niet nat is, dan zie ik je toch staan. Ja, ook hier bij DVS. Nee, dat was maar een grapje natuurlijk. Nee, maar deze ploeg heeft ook nodig dat ik actief aan de zijlijn meehelp. Ja, en dat doe je vaak op momenten dat de ploeg in de aanval is, valt me op. En dan ben je eigenlijk alweer aan het coachen op het volgende moment. De verdediging. Nou ja, kijk, het is heel belangrijk dat op het moment dat wij gaan aanvallen, dat de organisatie verdedigend staat. En dat niet iedereen wegloopt om niet in de counter te lopen. Dus vaak kijk ik nog eens niet naar de bal, maar kijk ik naar de organisatie, hoe die staat op middenveld achterin als wij gaan aanvallen. En dat vind jij gewoon heel erg belangrijk ook. Hè? Daar staat of valt het resultaat bij? Als ik dat niet belangrijk vond, zou ik wel gaan zitten. Dan zou je gaan zitten, ja. Komt er een moment dat je gaat zitten, denk je? Heb je vertrouwen steeds meer in deze ploeg? Nou, bij Huizen, bij 5-1 ben ik heerlijk gaan zitten. En toen kon ik heerlijk relaxen. En toen was het gewoon perfect, het plaatje. Goed, oké. Okay. Komende zaterdag tegen Jong Almere City. Dat is voor jou de eerste confrontatie met een jonge BVO-ploeg. Hoe denk jij over die jonge BVO-ploegen? Nou, ik denk dat de winst met name bij de BVO's ligt, maar de verliezers zijn de amateurclubs. Dat is een overduidelijke mening die ik zo nu en dan door Jack van Gelder, die ken je nog wel van de AFC-tijd, behoorlijk gedeeld wordt. Nou ja, je kunt een heel lang verhaal heel kort maken en dan haal ik het nog een keer. De winnaars zijn de BVO's. En de KNVB laat haar oor hangen naar de BVO's. En dat is eigenlijk best wel jammer, want het amateurvoetbal in Nederland maakt toch veel groter deel uit van het voetbal als de BVO's. Dat is een ding dat zeker is. Jij had het toch over het feit dat er diverse passes verkeerd gingen. Ik vond dat het combinatievermogen, en dat heeft deze ploeg, het vermogen om echt mooi te combineren, onder andere bij dat tweede doelpunt, dat begon langzaam maar zeker toch wel weer terug te komen. Nou ja, kijk, die jongens die krijgen van mij natuurlijk alle instructies mee. En van mij en John, de assistent trainer. En dan vergeten ze de automatisme die ze dus bij de vorige trainer erin geslepen hebben. Ja, die vergeten ze af en toe. En soms komt dat terug. Ja, de aanvoerder van ons eerste team, dat is ene Maurice de Ruiter. En de afgelopen twee wedstrijden, nou, vond ik nou niet dat hij uitblonk in een enorme inzet en de ploeg mee op sleeptouw nemen. Vond jij dat ook? Nou, ik vind dat je het totaal verkeerd ziet. Ik vind met name de laatste wedstrijd, de inzet van Maurice was perfect. Alleen het is jammer dat hij de kansen niet maakte. Maar als ik zie ook de beleving van Maurice op het moment dat wij 1-0 en 2-0 scoren. Kijk maar eens de beelden terug. Dan zie ik de betrokkenheid van Maurice bij het team. En daar heb ik dus eigenlijk geen klagen over. Dat is ontegenzeggelijk zo. Benjamin Roemejon, die begint toch langzaam maar zeker wel. Was dat ook een soort publiekswissel bij hem? Kun je wel zeggen. Ik ben met alle spelers gewoon heel blij, want iedereen doet het gewoon fantastisch. Maar hij steekt er op dit moment wel een beetje bovenuit. Het valt me wel op dat er veel meer pit in de ploeg zit ook. Ja, maar dat heeft direct te maken met de resultaten. Zijn natuurlijk bij Rijnsburg zijn we...
ja, een beetje lucky aan die 2-2 gekomen. En ja, dan heb je geloof ik huizen daarna en daarna een etentje daarna en alles klopte. En we zitten zeg maar in die trein die aan het rijden is. En ja, tot nu toe hebben we nog weinig tegenslag gehad. Wat ik zelf ook vond van de wedstrijd van afgelopen zaterdag was dat er eigenlijk net even wat te veel overtredingen werden gemaakt op momenten. Want dat was dan de kracht van Rijnvogels. Dat ze op gevaarlijke plekken vrije trappen kregen. Ja, maar dat had te maken met, denk ik, scherpte, onderschatting, onnodig balverlies, ja, noem het maar op. Dat is een combinatie van allerlei factoren. Jong Almere City, hoe kijk je daar tegenaan aanstaande zaterdag? Nou, je zegt het al, Jong Almere, dat zijn jonge jongens. Toevallig moet ik ook een compliment maken aan Freek Wittebrood, die ik elke maandag een uur aan de lijn heb en die een hele goede analyse geeft van de komende tegenstander. En ja, die heb ik net gesproken en het zal niet makkelijk worden, ondanks dat zij toch onderaan staan. Het zijn gasten die gewoon 2 keer 3 kwartier over het veld heen vliegen en kunnen voetballen. En ja, daar zullen wij ons mee tegen moeten wapenen. Ik bedoel, Scheveningen die komt ook goed weg daar met 0-1. Over een paar minuten begint de lente, de officiële lente. Bij DVS is die al volop bezig. En de Witte Broodsweken zijn er ook, komen er ook nog aan. Nou, het kan bijna niet mislukken. Waar heb je het nu over? Witte brood, hoorde ik net. Lente. Nee, maar lente. De lente is in het land. Nou ja, tot nu toe moet ik zeggen dat de lente voorspoedig loopt. Hij komt eraan en hopelijk kunnen we er een zomer van maken. Hartstikke goed. Bedankt.